Well, here we are for the second time, for the second aflevering, please, Professor De Vere. Ja, de werken, ja. Klee bestuurde het impressionisme van het einde van de 19e eeuw. Maar pas er niet direct toen in zijn werk te zijn ontmoette hij August Mach, Wassily Kandinsky en Franz Marc. En hij is always. Professor, we didn't understand. Ja. Hij liet zich beïnvloeden door etnografisch primitieve kunst, zoals Afrikaanse maskers. Ja, you can see on the picture a masker van Digby, begin 20e eeuw. Well, Professor, this is very interesting, but let's go back to this work. And also, ja. De kindertekening di Carol Apple, een tekening van persone met een verstandelijk beperking in de tweede laatste tentoonstelling van de Blauwe Reiter. In 19 was Klee, ja, so very interesting de kennis de werken van Braque, Picasso en Malevich. Well, Professor, I see that you are a little bit tired. We give the word to Professor Ritorta to finish these two last parts. Ja, danke. Ich bin mu und wein Jetlag mit mein Frau und alteite. Ja.